Angela de Jong heeft, ondanks haar vakantie in het schilderachtige Oostenrijk, haar ogen niet kunnen sluiten voor de spraakmakende serie van Niemand Minder dan Patty Bart. Met een mengeling van verbazing en amusement heeft ze de afleveringen verslonden en in haar column voor het AD deelt ze haar ongezouten mening. Volgens Angela heeft Patty precies gekregen wat ze verdient, en dat zegt ze niet zonder reden. Terwijl Angela normaal gesproken bekend staat om haar kritische kijk op televisie, verrast ze ditmaal met een compliment aan het adres van de extravagante Patty Bart. Ik ben dol op het fenomeen Patty Bart, schrijft Angela. Haar bewondering komt voort uit Patty's uitgesproken persoonlijkheid, het circus dat haar omringt en haar ongekende veerkracht. Angela geeft toe dat ze de vijf afleveringen als een bezetene heeft bekeken, vergelijkbaar met hoe Patty ooit tonnen op haar bankrekening, flessen champagne, Bergen kook en echtgenoten door het leven joeg. Volgens Angela biedt de serie een ongeëvenaarde en eerlijke schets van de Nederlandse showbiz. Ze benoemt de foute managers, opportunistische tv-bazen, jaloerse familieleden en zelfs stelende en overspelige partners. De serie lijkt een snelcursus voor vrouwen die meer dan 40 jaar willen overleven in de showbiz. Maar Angela laat de kijkers achter met de prangende vraag: waarom zou je dat in vredesnaam willen? Patty deelt op haar beurt de lovende column van Angela op Instagram en bedankt haar voor het opvleuren van haar dag. Ze benadrukt dat uiteindelijk de kijker bepaalt, maar stelt ook dat ze niet zou liegen als ze zegt dat ze een goede recensie verkiest boven een zure. Een extra knipoog naar de pitbull der recensente, Angela de Jong, die met haar woorden blijkbaar een snaar heeft geraakt bij Patty Bart.